We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We lezen Johannes 13, vers 31 tot en met 35. Johannes 13, vers 31 tot en met 35. En daarna zingen we Psalm 133. Psalm 133 na de schriftlezing. En eigenlijk is het een beetje... We vallen midden in een hoofdstuk. Johannes vertelt over het lijden van Jezus, al heel vroeg in zijn evangelie. Johannes heeft 21 hoofdstukken. In hoofdstuk 13 vindt de paasmaaltijd al plaats met de voetwassing. Judas wordt ontmaskerd. En na de maaltijd, als Jezus met zijn leerlingen naar buiten is gegaan, dan zegt hij het volgende. En daar beginnen we met lezen. Vers 31. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, of nee, Judas ging naar buiten en de rest bleef achter. Toen Judas dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem, in Jezus, verheerlijkt is, zal God hem, Jezus, ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Nou, zalig, gelukkig zijn we als we de woorden van God horen, ze bewaren in ons hart en er ook naar leven. Amen. Ja, als thema voor de preek heb ik gekozen voor Jezus' missie. Jezus' missie. En eigenlijk bestaat die uit twee dingen. Die missie van Jezus, dat is het verheerlijken van God. En liefde als gebod. Dus Jezus' missie, het verheerlijken van God en liefde als gebod. Gemeente van Christus. Misschien heb je het gisteren wel gezien. Was je eventjes hier bij de toren, bij dodenherdenking. Of zat je thuis achter de tv te kijken naar de dodenherdenking op de Dam. Vroeger, toen ik kind was, we woonden in Veenendaal, gingen we regelmatig naar Rhenen naar de dodenherdenking. Grote militaire begraafplaats op de Grebbeberg. En het was altijd uitermate boeiend. Ik vond het geweldig. Al die soldaten in strak gelid die voorbij kwamen lopen met hun rangen en hun medailles. Nou, gisteren naast de toren ook te zien, hè, soldaten met op hun borst hun onderscheidingen, hun medailles. Die rij blinkende lintjes. Zo worden onze militairen geëerd. Ze zijn op missie geweest. Ze hebben moeilijke situaties meegemaakt. Ze hebben heldhaftig opgetreden. En dan, daarna, mag iedereen zien wat ze gedaan hebben. Zo eren wij onze militairen. Zo verheerlijken we, zou je kunnen zeggen. Eer van een soldaat die hij na zijn missie, na de militaire operatie, na zijn heldhaftige optreden ontvangt. Als hij terugkeert in zijn vaderland, dan wordt er een bijeenkomst georganiseerd op een groot plein met alle vrienden en familie. Alle soldaten staan in gelid opgesteld. En dan seintje gegeven en dan geeft de pelotonscommandant al zijn manschappen hun speldje in het openbaar. We hebben gelezen, een
paar verzen uit het Johannesevangelie. En als je die verzen voor het eerst leest, dan denk je misschien, mooi, maar wat ingewikkeld. En hoe hangen die verzen met elkaar samen? Het gaat over dat Jezus op missie is. Het gaat over de hemelvaart. Maar het gaat ook over zijn sterven en zijn opstaan. In vers 33, je zou kunnen zeggen, dat is misschien wel een beetje de kern van het gedeelte dat we hebben gelezen. Dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Nou, dat heeft natuurlijk iets te maken met wat wij donderdag vieren, hemelvaart. Maar deze woorden van Jezus hebben denk ik vooral te maken met zijn kruis. Ik leg dat straks ook nog wel wat meer uit. Jezus' missie. Een paar woorden die vaak voorkomen is het woord verheerlijken en ook het woord liefde. Eerst dat verheerlijken. Ik zou zeggen, hou dat beeld even vast van die soldaat bij de toren met zijn medaille op de borst. Jezus heeft het in dit gedeelte over het verheerlijken. Jezus die als het ware zelf een onderscheiding krijgt en ook God die een onderscheiding krijgt. Jezus zegt over zichzelf dat hij verheerlijkt is, hè, dus het is gebeurd, en dat hij verheerlijkt zal worden, zal nog gebeuren. Wat is dat nou eigenlijk, die eer, die verheerlijking van Jezus? Je zou kunnen denken, dat zit hem in de opstanding van Jezus uit de dood. Daar laat Jezus zien, ik ben de overwinnaar over de machten van de dood en van de hel. Als je uit de dood kunt opstaan, nou dat is wel zo geweldig. Je zou ook kunnen zeggen, het gaat over de hemelvaart. Dat je zo van deze aarde naar de hemel kunt gaan, niemand van ons kan dat zomaar. Maar die eer van Jezus zit voor hem niet zozeer in de hemelvaart en niet zozeer in de opstanding uit de dood. De eer van Jezus, die zit in iets anders. Het is juist het heftige, het verschrikkelijke, het zoals sommige mensen noemen het dwaas, waarin Jezus verheerlijkt wordt. Als je thuis dit nog eens een keer rustig naleest en heel hoofdstuk 13 leest, dan kom je daar wel achter. Jezus heeft net met zijn leerlingen de paasmaaltijd gehouden. Hij heeft hun voeten gewassen. Die paasmaaltijd, die verwijsde naar Jezus, lichaam dat gebroken zou worden. Die paasmaaltijd die verwees naar het bloed van Jezus dat zou vloeien. Jezus die bij de maaltijd Judas ontmaskert, die hem zal verraden. En als Judas weggegaan is, dan zegt Jezus ineens deze woorden. Dat hij verheerlijkt is en dat hij verheerlijkt zal worden. Bijzonder om zo na een galgemaal misschien wel dit te zeggen. De eer van Jezus, die zit hem dus in dienen, in het wassen van bezweten voeten, in sterven aan het kruis. We lezen dat in vers 31-32 over die verheerlijking. Toen hij, Judas, dan naar buiten gegaan was, hè, dus de verrader van Jezus liep weg, zei Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. De Zoon des Mensen verwijst naar Jezus zelf. Hè. Dus nu ben ik verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Hè. Dus God de Vader zal ook
Jezus in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Jezus heeft eer ontvangen bij het wassen van die voeten, bij het zitten aan die, of het liggen aan die maaltijd, aan het dienen. Jezus, eer zit in het kruis. De verheerlijkte is de gekruisigde. En de gekruisigde is de verheerlijkte. Jezus' eer zijn medailles die liggen in de daad van liefde. En later zal Jezus dat ook nog zeggen. Niets is groter dan dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Opoffering. Het kruis. Dat is de eer van Jezus. En als je daarover nadenkt en dat tot jezelf laat doordringen, is dat eigenlijk absurd. Het kruis was door God vervloekt. En toch is dat voor Jezus een plek van eer, van verheerlijking. Daar staan niet allemaal mensen, vrienden en familie op een rij als de pelotonscommandant een medaille opspelt. Dat is een speer die kijkt of die nog leeft. Christus wordt verheerlijkt aan het kruis. In Engeland is er een boekje, dat is ongeveer 400 jaar oud. Een vragenboekje, net zoiets als de Heidelbergse Catechismus, die kinderen denk ik vroeger ook in Engeland moesten leren. En dat boekje begint met een hele mooie vraag, die ook te maken heeft met verheerlijking. Wat is het hoogste en voornaamste doel van het leven van een mens? Eigenlijk de vraag, waarom leef je hier op aarde? En het antwoord wat dan gegeven wordt is ook heel mooi. Het hoogste en voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God. En het zich in God ten volle en eeuwig verheugen. Even simpel gezegd, wat is het doel van je leven? Dat is God eren, God verheerlijken. En hem helemaal... In hem helemaal je verheugen, blij zijn. Dat is echt een heel mooi antwoord. Dat je leven als doel heeft Gods eer en dat je helemaal blij wordt van wie God is. Verheerlijken van God, daar heeft Jezus het over. Het verheerlijken van hemzelf. Maar hoe kunnen wij dat nu als mensen hier in Den Ham doen? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat vertelt Jezus ook. Hoe je God kunt verheerlijken in je leven. Namelijk, liefde als gebod. Dat is ook een woord wat veel voorkomt in onze schriftlezing. Liefde. Een militair, soldaat, die heeft gestreden voor in de oorlog, doet dat uit liefde voor zijn vaderland. Een verzetstrijder doet dat ook. Hij houdt van Nederland of van een ander land waar hij woont. En daarom vervult hij zijn plicht. Daarom vecht hij, daarom oefent hij. Liefde voor het vaderland. In het Johannesevangelie zie je dat de liefde die Jezus heeft ook alles te maken heeft met vaderliefde. In het Johannesevangelie, dat is echt heel mooi, zie je continu de verbinding tussen Jezus en zijn vader in de hemel. Johannes vertelt het levensverhaal van Jezus vanuit de relatie tussen Jezus en zijn vader. Steeds laat Johannes zien dat Jezus en de vader bij elkaar horen. De liefde van de Vader
en de liefde van de Zoon, die horen helemaal bij elkaar. Ze houden van elkaar. En Jezus heeft het ook voortdurend over zijn Vader. En een mooi voorbeeld daarvan is Johannes 3, vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Dus even voor je beeld. De mensen in Israël die Jezus zagen rondlopen, die Jezus hoorden preken, die Jezus zagen genezen, die zagen daarin God, de Vader. Eigenlijk zoiets als, als je ergens bent als zoon en iemand tegen je zegt, hey, ben jij een zoon van? Nou, zo ging dat bij Jezus. Hij is een zoon van de Vader. Zo Vader, zo Zoon. God, de Vader en Jezus Christus, zijn Zoon, die houden van elkaar. En Jezus zegt, wat ik doe met mijn Vader, van elkaar houden, dat moeten jullie ook doen onder elkaar. Vers 34 en vers 35. Een nieuw gebod geef ik u, zegt Jezus, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Nou, de liefde van Jezus die zien we in zijn komen naar deze wereld, het kruis. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Jezus spreekt over een nieuw gebod. Een nieuw gebod geef ik u. Eigenlijk wel een beetje een rare uitdrukking. Want in het Oude Testament wordt ook al gezegd tegen de mensen, heb lief. Heb je naaste lief. Dat nieuwe gebod waar Jezus mee komt, heeft niet zozeer te maken met dat het nieuw is, in de zin van dat mensen voordat Jezus dit zei elkaar niet hoefden lief te hebben. Het is niet zo dat Jezus het niet eens is met wat God de Vader allemaal in het Oude Testament zei. Nee, het gaat hier om een nieuw gebod dat Jezus in zijn eigen leven laat zien wat liefde is. Jezus laat zien wat liefde is. Want de liefde van God is in Jezus persoon geworden. De liefde van God is in Jezus persoon geworden. En met een persoon kun je een relatie hebben. Met een ding niet. En met een abstract begrip ook niet. Maar met liefde dat vlees en bloed is geworden wel. De Vader bleef in de hemel, maar Jezus kwam op aarde. En hij liet die liefde van de Vader zien. En nou zegt Jezus, zoals ik jullie liefde heb laten zien van mijn Vader, met wie ik steeds verbonden ben, zo moeten jullie naar elkaar ook laten zien dat je van elkaar houdt. Als gelovigen, als christenen, als volgelingen, discipelen van Jezus. Als jullie elkaar lief hebben, dan laat je daarmee zien dat je bij mij hoort. Want, en dat zal Jezus later nog wel laten zien, dat jullie worden bevrijd door mijn offer, door mijn kruis. Ik ga heen, ik ga naar het kruis en ik sta op en ik ga naar de hemel straks. Jullie blijven achter nu nog. Leef uit mijn liefde. En wat betekent dat? Heel concreet. Een paar dingen. Wat betekent leven zoals Jezus van ons vraagt? Dat betekent dat je bereid bent om elkaars voeten te wassen. En niet alleen elkaars oren. Misschien zijn er dingen in deze gemeente, en die zijn er, waar we verschillend over denken. We zijn een brede
Volkskerk. Waar we allemaal verschillende meningen en ideeën hebben. En soms kan dat best eens spannend zijn. Hoe werkt dat? En hoe moeten we van elkaar houden als broeders en zusters? Wat Jezus ons leert is dit. Elkaar liefhebben betekent dat je bereid bent om nederig te zijn voor de ander. Jezus liet dat zien. Hij was zonder zonde. Hij wist veel meer dan alles en iedereen bij elkaar. Zijn Bijbelkennis was enorm. En zijn geloof, daar kon niemand tegen op. En toch was het Jezus die bereid was een stap achteruit te zetten. Misschien heb jij wel veel meer gelijk dan iemand anders. Maar ben je bereid om een stapje terug te zetten? Ter wille van die ander. Nog een gedachte. Elkaar liefhebben in de gemeente betekent natuurlijk niet dat we alles moeten accepteren om de lieve vrede wil. Elkaar liefhebben in de kerk betekent ook dat je elkaar de waarheid zegt. Dat je echt van elkaar houdt. Dat als je ziet dat iemand op een verkeerde weg zit, dat je iemand waarschuwt. Dat je naar iemand toe gaat. En dat je niet iemand maar laat gaan. Nee, van iemand houden, dat doe je ook als vader of moeder. Als je kind langs de Regge loopt, of langs de Lindenbeek, of langs het kanaal in Vroomshoop, en hij wil iets te ver naar het water toe, dan pak je je kind vast. En dan laat je je kind niet zomaar gaan, omdat hij dat graag wil. Nou, dat is ook liefde in de gemeente van Christus. Elkaar niet loslaten, maar vasthouden. Waarom? Omdat we samen afhankelijk zijn van het kruis van Jezus. Aan de voet van het kruis, leren wij wat liefde is. Nog een gedachte. Wij zijn niet alleen kerk voor onszelf. Wij zijn kerk in deze wereld. Ik moet denken aan een verhaal wat een goede vriend van mij laatst vertelde. In de kerken in Utrecht, daar stond bij de ingang altijd die ene typische man. Beetje slonzig gekleed, met een zwarte cowboyhoed op zijn hoofd, een baardje, onverzorgd, wel vriendelijk. En hij groette de mensen die naar de kerk gingen, bij de ingang. Goedemorgen. Elke zondag weer, met zijn verweerde gezicht en zijn leren cowboyhoed op zijn hoofd. Heel af en toe ging hij de kerk binnen om even het toilet te gebruiken. Maar echt binnen kwam hij nooit. Deze man, Laszlo heette die, stierf. En op de begrafenis sprak een goede vriend van hem. En hij vertelde op die begrafenis van Laszlo over de kerk. Over hoe geweldig Laszlo die gemeente vond. Hoe aardig de mensen waren. Laszlo vertelde eens dat verhaal dat hij bij de ingang van de kerk stond. En er kwam een moeder met haar kind voorbij. En wat doet Laszlo? Gaat naar die moeder toe. Pakt dat kind bij de moeder uit haar armen. En geeft het kind een kus op zijn hoofd. Laszlo, een zwerver die behoefte had aan liefde. En wat deed die moeder? Gaf ze hem een mep in het gezicht? Schold ze hem uit? Maakte ze stampij? Nee, de moeder accepteerde dit. Laszlo hoorde erbij.
En toen die vriend dat vertelde op de begrafenis, wilde hij duidelijk maken. Wat is het mooi. Die liefde in de kerk. Dat proeven niet alleen de mensen die binnen zitten, maar ook de mensen die buiten zijn. Nu nog even over onze gemeente. Hoe zit dat in onze gemeente elkaar liefhebben? Verstaan we met elkaar de liefde van God? De liefde van Christus? Wat maakt het dat we hier vanmorgen met elkaar in de kerk zijn? Is dat om dat u houdt van gezangen en psalmen uit dit boekje? Of dat u houdt van een confessionele of misschien wat geformeerd bondsachtige preek? Of omdat u inmiddels grijs bent geworden en 70 plus? Of omdat u hier geboren, gedoopt en getrouwd bent? Wat maakt dat wij hier bij elkaar zijn? Waarom zijn we kerk? De liefde van Christus, zijn kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Daarom zijn we samen. Daarom zijn we gemeente van Christus. En natuurlijk is het best eens een uitdaging om elkaar te verdragen, om elkaar goed te begrijpen. Natuurlijk vraagt dat ook een stapje terugzetten, ter wille van de ander. En soms is dat best heel lastig. En soms weet je ook niet hoe je het moet doen. Maar we zijn ertoe geroepen elkaar lief te hebben. Dat is niet elkaar loslaten. Dat is elkaar vasthouden. Net als in een gezin. Jezus geeft nogal een opdracht. Jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik van jullie houd. Nou, dan kunnen we mee naar huis. Want dat is nogal wat. Maar ik denk dat we moeten blijven kijken naar het kruis van Jezus. Als we liefde willen leren, als we God willen verheerlijken, laten we beginnen bij het kruis van Jezus. Daar wijst Jezus op als het gaat over zijn verheerlijking. Daar wijst Jezus ook op als het gaat over zijn liefde. Dat begint bij het kruis. Bij het kruis. Op de knieën. Daar leren we. Om van elkaar te houden. Wat is het heerlijk. Om zo gemeente te zijn. Om zo van elkaar te houden. Zoals Jezus van ons houdt. En wat is het heerlijk. Dat er in deze wereld. En ook hier in Den Ham. Plekken zijn van liefde. Waar mensen mogen zien. Ze houden van elkaar. En als wij van elkaar houden, dan komen wij tot onze bestemming in dit leven. Want dat is God verheerlijken. Daarom, houd van elkaar. Heb elkaar lief. Zoals Christus ons heeft lief gehad. En verheerlijk je hemelse Vader. Halleluja. Amen.